Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Het is week 24. En laten we eerst beginnen met een intro. Dus, rol de intro. Ik sta hier lekker in mijn pyjamaatje, in mijn badjas. Ik ga me even omkleden. Ik ben nog steeds heel blij met mijn blonde haar. Dat was het laatste shot van de vorige vlog geweest dat ik mijn haar geverfd heb. En het is echt lekker blond. Daar ben ik heel blij mee. Maar week 24 vind ik een speciaal momentje. Want 24 weken, dan is het in Nederland, telt het, zal maar zeggen, een soort van levensvatbaar. Dus als zij nu zou geboren worden, vandaag zouden mijn weeën beginnen, mijn vliezen breken, noem maar op. Dan moet ik naar het ziekenhuis uiteraard. En dan is ze echt veel, veel, veel te vroeg. En heeft ze hele... De overlevingskans is 65%. Maar een ziekenhuis zal alles erom aan doen om het kindje in leven te houden. En dat vind ik wel een bijzonder moment. Ik denk niet dat ze het bij 23 weken maar aan het lot overlaten. Maar dan zijn die kansen gewoon nog kleiner. En bij 24 weken is het dus 65% kans, overlevingskans. Bij 27 weken al 95%. Dus de aankomende 3 weken lekker groeien. En dan, ja, hoe dichter we bij maart komen, hoe echter het begint te worden. En hoe minder gecompliceerd ook, stel dat het geboren wordt. Ik hoop natuurlijk gewoon dat ik 40 weken zwanger kan zijn. Maar ik hou in mijn achterhoofd dat er ook andere, andere dingen gebeuren kunnen in de tussentijd. Maar goed, daar gaan we gewoon niet aan denken. Vandaag ga ik legoën met mijn broer. Want ik heb nog steeds die heel veel uur streamen. En ik merk dat ik daardoor vloggen lastig vind. Omdat ik stream bijna 40 uur in de week. Daarnaast komt nogal de social media die ik erbij hoor doen. Wat gewoon bij mijn werk hoort natuurlijk. Vloggen vind ik heel leuk en het editen. Alleen ik ben de hele week aan het streamen. Dus ik doe niet zoveel tot ik het ineens de nood aan de man komt natuurlijk. En ik ineens alles tegelijk moet doen. Maar goed, deze maand hebben we bijna... we zitten goed op schema qua uren. Dus dat neemt een beetje stress weg. Volgende week, dus in week 25, gaan we een weekendje weg naar Essen. Dat ga ik natuurlijk ook vloggen en dat is super leuk. Dus dit zal een beetje de week van de voorbereiding zijn op dat weekendje weg. Even alles afsluiten met mijn werk, dat alles gedaan is. En dan kunnen we gaan genieten. Dus bereid je voor op een vlog vol werkgerelateerde dingen. Werkgerelateerde dingen. Oké, laten we maar gauw beginnen. Voor de stream heb ik een microfoon bij me. 2 camera's, zodat we 2 angles hebben. Deze camera is van Trust, dit is eigenlijk de beste. Die heeft alleen een dode pixel, dat is een beetje jammer. En deze van Logitech is de kwaliteit wat minder van. Nou, hebben we een statiefje. En daar in die grote action tas zit alle Lego. We hebben hem alles in elkaar gezet, dus vandaar dat die nu in zakjes zit. Dus, en nog even mijn laptop pakken en dan ben ik ready to go. Ik wilde nog 1 dingetje kwijt aan jullie. Ik ben een beetje donker misschien. Maar ik kwam erachter dat er echt heel veel nieuwe subscribers op mijn kanaal zijn gekomen de laatste weken. En ik wil eventjes hallo zeggen tegen jullie. Ik vind het echt super leuk dat jullie mijn zwangerschapsavontuur ook volgen. Het doet me echt heel erg goed. Laat even weten of jij een nieuwe subscriber bent van mijn kanaal. En helemaal niet van mijn gaming content bent. Want ik ben natuurlijk gewend om over gaming en streamen te praten voornamelijk. Maar... er is een hele nieuwe batch aan leuke nieuwe abonnees binnengekomen. En ik wil jullie ook leren kennen. Dus laat vooral iets over jezelf weten. Hoe je bij mijn kanaal bent gekomen. En wat je wil zien in deze vlogs. Want misschien kan ik het wel een beetje toepassen aankomende tijd. Maar goed, we gaan nu naar mijn broer. Legoën. Het is af, het huis, de Lego. We hebben het 8 uur over gedaan, dus dat is een nieuw record. Ik laat hem nu even voorlopig bij mijn broer staan. Die gaat hem waarschijnlijk uit elkaar halen.
Maar met kerst wil ik er eigenlijk lampjes in doen. Dus ik moet nog even kijken wanneer de lampjes binnenkomen. Of die hem dan al afgebroken heeft of niet. Maar dit is hoe we hem af hebben gekregen. Dus ik heb het proces niet gefilmd, want dat had ik gestreamd natuurlijk. Het is vrijdag en het is mijn oppasdag. Ik zie wel dat mijn batterij leeg is. Dus misschien valt hij zo uit. Even buikie. Hij staat heel erg naar voren vandaag. En eigenlijk is vrijdag de enige dag dat ik... als ik een oppasdag heb, dat is allemaal zeggen de momenten dat ik lekker veel zou kunnen vloggen. Maar ook waar ik TikToks kan maken. En dat doe ik dus nu ook een beetje. In het voren ben ik TikToks aan het maken. Ja, toen was dus mijn camera leeg gegaan, zei ik al in de vorige shot. Maar we waren nog even langs mijn opa en oma geweest. En die hadden echt hele schattige dingetjes gehaald. Voor ons kleine meisje. Hoe schattig! Oh, ik vind het zo cute. Ik hou van dit printje. Het is niet een dierenprint, maar wel bijna. Het is zo schattig. En dan roze. Ja, heel leuk. Ik had vannacht namelijk iets wat ik niet eerder had gehad. Want ik vergeet steeds wel een beetje dingen te delen in deze vlog. En nu lag ik in bed, dus uiteraard ging ik dat niet mijn vlogcamera erbij pakken. Ik dacht, als ik uit bed ga, moet ik het even op camera vertellen. Want het is natuurlijk een zwangerschapsdagboek. En vannacht heb ik voor het eerst de so-called harde buiken gehad. Ik had dat nog niet eerder gehad, in ieder geval. Ik werd wakker en ik had echt pijn in buik. Ik kon het niet zo goed plaatsen. En ik dacht, dit lijken wel weeën of zo. Maar het deed niet echt pijn of zo. Ja, het deed wel pijn, maar niet pijn of zo. Dus ik dacht, wat is dit? Dus ik opzoeken, 24 weken, harde buik had ik dan, want die term kende ik. Dus ik ging even lezen. En het was inderdaad dat je 2 of 3 minuten dat je buik mega hard voelt. En dat was ook zo, en dan weer niet. En dat was dan een aantal keer achter elkaar. Oh ja, ik ben natuurlijk wel een beetje als de dood. Dat mijn weeën beginnen, dat mijn water breekt, dat ik nu moet bevallen. Terwijl, omdat we pas 24 weken, dus dat is mijn angst. Maar het schijnt heel normaal te zijn. En er stond bij dat je dan misschien wat stress ervaart of dat je het druk hebt en dat je eigenlijk rust moet nemen. Nou ja, ik lag in bed, dus ik dacht, hoeveel rust moet ik nog nemen? Maar ik heb natuurlijk gisteren opgepast en ik heb gewoon wel met Flynn en Pelle gesjouwd en druk geweest. Dus dat was een teken van mijn lichaam die zegt, even rustig aan. Ja, wat moet ik rustig doen? Ik ben al vrij rustig, vind ik zelf. Dus we gaan nu maar gewoon wasjes draaien. En stofzuigen ga ik even. En er moet toch ook gewerkt worden, ook al is het zaterdag. Ik heb gisteren natuurlijk niet gewerkt. Dus ik ga lekker streamen in de middag. Maar ja, dat is toch ook niet echt stressvol. Bij mij is mijn werk wel redelijk relaxed, denk ik altijd. In ieder geval. Dus in ieder geval ga ik dat nu doen. Laat ik maar een keer een beetje vloggen wat ik doe in het huishouden. Want ik heb het idee dat ik alleen maar aan het praten ben tegen de camera. Dus hier komt mijn huishoudstukje. Ik zou willen dat ik net zo snel kon poetsen als dat het hier in de vlog lijkt. Even zo, klaar. We zijn weer verder. En ik wilde even laten zien dat Nikki gisteren, toen ik aan het oppassen was, de vloer afgemaakt heeft hier in de babykamer. Dus de vloer is klaar. Ik keek ook onder de
onder de trap. Mooi, hè? De trap moeten we dus nog verven. Nou wil Nikki het graag in die kleur van de muur, dat grijze. En ik zit meer op wit te denken. Maar misschien is inderdaad grijs beter. Anders wordt het wel heel druk, want die koof wordt andere kleur en deze muur wordt natuurlijk behangen. Wordt het misschien iets te druk. Oké, het is zondag en ik heb een gigantische tas vol van de Action. Ik ben gisteren bij de Action geweest en het leek me wel even leuk om deze te unboxen. Hoe noem je dat? Een shoplog te doen ervan. Dus ik ga hem hier naast me neerzetten. En dan ga ik laten zien wat ik allemaal gekocht heb bij Action. En het is echt van kerstspul tot Sinterklaas cadeaus. Tot, weet je wel, bits en pieces die ik nodig heb voor shampoos en zo. Nou, laten we maar gewoon beginnen. Dan begin ik met deze. En dit is eigenlijk het item waar ik het meest om twijfel of ik het nodig heb. Maar het lijkt me dus heel leuk. Het is dus een Heat Active Pen. Dus er zit van dat folie bij. En dan kan je deze in je USB doen. En dan kan je dus schrijven in goud folie. Het is eigenlijk een soort gouden pen, maar dan zit het erop. Ja, dat heb ik dus gehaald. En die heb ik dus extra roodfolie ook erbij gehaald. Dat leek me leuk voor de kerstkaarten. En misschien ook wel voor mijn de kaartjes die ik ga sturen naar iedereen nog van de feestweek. Nou, dan heb ik eventjes een hele doos vol kaarsen gehaald. Die ga ik zo ook in het huis eventjes een beetje... Want ik denk dat ik mijn huis ga ontherfsten, want ik heb nu alles herfstthema en ik ben er alweer een beetje klaar mee. Dus ik denk dat ik mijn hele huis schoon ga maken en ontherfsten. En dan kunnen de kleine kerstdetails al toegevoegd worden, zoals rode kaarsen. Ik ga niet de kerstboom opzetten en ook niet mijn kerstdingen doen. Misschien kussens vervangen. Maar we gaan het subtiel houden tot Sinterklaas. Nou, dan heb ik 2 zakken vogelzaad gehaald bij de Action. Dit vind ik echt heel leuk. Wij hebben een vet mooi vogelhuisje gekregen van vader van vrienden van ons. En nu kan ik deze zak mooi daarin doen, zodat de vogeltjes in de winter ook lekker eten hebben. Ik heb nog meer vogeleten, maar dat zit wat meer onderop. Ik heb het dus niet geordend ofzo. Ik heb het gewoon in mijn tas geflikkerd. Shampoo. Stijl en vol fijn haar. Ik heb gewoon gekozen op geur. En ik vond deze lekker ruiken. Dus er zit niet een gedachte achter van... Oh, dit is goed voor mijn haar of zo. Dit is wat ik, als ik krullen op had gestaan, had ik krul genomen. Ik had gewoon letterlijk naar de geur gekeken. Eventjes een nieuwe dip. Deze was echt 80 cent of zo. Toen dacht ik, nou, die kun je niet zonder zitten. Ik moet nog wat een en ander in de kinderkamer doen. Dus ik dacht, haal gewoon zo'n verfroller en bak. En dan heb je die maar weer gewoon klaar. Deze. Deze wil ik denk ik misschien wel meteen uitpakken. Dit is van Max & More. En dat vind ik trouwens best een leuk make-up merk. Dit is, ja, is dit make-up? Het zijn eigenlijk soort lipbalms. Is dus helemaal vegan. En dat vind ik dus wel chiller. Want volgens mij zit er dan ook geen siliconen en zo in. Dus ik ga de Argan Oil lipbalm even opdoen. Dit is trouwens iets wat ik in mijn zwangerschap echt mis. Waar ik iedere keer naar grijp is lipbalms. Want ik heb zulke droge lippen. Welke heb ik nou gepakt? Is dit Argan? Het is in ieder geval heerlijk lekker vet. Ja, Argan Oil heb ik nou gepakt. Lekker vet. Zo. Maar het zijn dus allemaal kleurtjes. Kan ik in iedere tas, in iedere kamer kan ik er een neerleggen. Want ja, ik vind het gewoon fijn om lekkere vette lippen te hebben. Vooral in de winter. En tijdens mijn zwangerschap is het nog extremer. Oh ja, dan heb ik voor Pellen. Ik had vorig jaar een superleuk pak voor Flynn gekocht. Toen was die net 1. En Pellen is natuurlijk nog niet 1. Dus ik had ook een kerstpak voor hem nu gekocht. En ik vind hem echt heel schattig.
Die ga ik dus zo inpakken. Dat is voor zijn, voor Sinterklaas krijgt hij die. Hij krijgt ook nog wel een speelgoedje. Maar niet iets extreem groot, want hij is nog geen één. Hij heeft echt geen idee wat hij krijgt. Dus ik koop meestal gewoon kleren als ze nog geen één zijn. Vaak voor de eerste verjaardag koop ik dan schoenen, weet je wel. Goede schoenen, dat ze daar ook lekker... Dat hij ook lekker kan stappen, zal ik maar zeggen. Want meestal is dat de tijd dat ze schoenen aan kunnen ook, omdat ze gaan leren lopen. Dus totdat ze één zijn, krijgen ze van mij vooral vaak kleren. Oh ja, ik heb gewoon wat kaartjes. Happy birthday, elephantastic birthday. Gewoon om even op mijn stash te leggen als er een keer iemand jarig is dat ik gewoon iets heb liggen. En baby in progress. Er is op dit moment helemaal niemand meer zwanger in mijn omgeving, behalve de zus van Nikki dan. Maar verder is niemand zwanger, heeft niemand iets aangekondigd. Dus deze gaat hier blijven liggen tot iemand gaat zeggen tegen mij, ja... We krijgen een baby. En dan krijgen ze die in de bus. Maar er is op dit moment nog helemaal niemand. Maar ik weet niet. Had ik zin in om te kopen. Ik heb ze vet gehaald. Eindelijk. Ik heb hier zo lang naar gezocht. En dit zijn stoffen servetten. Voor kerst. Dus dan. Je ziet hier ook een plaatje. Het ziet er gewoon super gezellig uit. Op tafel. Ik vind altijd papieren servetten. Niet zo milieuvriendelijk ook. En ook, ja, kun je net niet zo leuk mee vouwen. Hier kun je echt strikken van maken. Dus die heb ik ook gehaald. Oh, dan hebben we hier het stukje wat ik wilde laten zien. Dit zijn, is pindakaas voor vogels. Dus dat hoort bij dat vogelvoer. Daar heb ik echt 4 potten van gehaald. Want bij de Action kost het echt geen drol. En als je bijvoorbeeld bij de Jumbo dat haalt, dan betaal je echt 3-4 euro. Terwijl hier was het 1,30 of zo. Dan heb ik nog een cadeautje voor mezelf gehaald. Een adventkalender van de Action. Kijk, dit soort dingen zouden mogen, kun je voor mij altijd kopen. Hè? Mijn ouders zouden dit, of weet je wel, met Sinterklaas. Als je dit zoiets zou geven, zou ik super blij mee zijn. Is letterlijk, wat was het, 9 euro of zo. Maar op een of andere manier weten mensen nooit dat ik dat leuk vind of zo. Het maakt me echt letterlijk niet uit welke adventkalender, maar alle adventkalenders vind ik leuk. Dus ik heb maar voor mezelf met allemaal badfizzers, badpomps gekocht. En die ga ik dus ook openen in de vlogs. Dus vanaf 1 december zul je mij iedere dag een badfizzer open zien maken. Ik ga niet iedere dag in bad, want dat vind ik een beetje overkill. Maar we gaan wel lekker ze openmaken. Dus die leg ik bij baddingen. Zal ik hem inpakken? Dat weet ik nog niet of ik dat ga doen. Oh ja, nog een klein cadeautje. Ik heb gewoon, als ik iets zie, neem ik het mee wat ik denk dat ze leuk vinden. Dit is voor Christian, voor Sinterklaas. Ja, moet ik ook inpakken. Oh ja, Nikki die wou voor zijn voetbaltas wat, hoe heet dit? Shampoos. Dit is alles in één. Body, hair en face. Ja, dit, hij rook heel lekker. Ik heb ook weer gewoon geroken of het goed was. Dus deze kan hij in zijn voetbaltas doen. Oh, ik wou wel zeggen, ik had toch ook crèmespoeling voor mezelf gehaald. Deze ruikt lekker. Hier hadden ze alleen geen... Deze ruikt echt super lekker. Aloe Vera Repair. Hier hadden ze geen shampoo van. Dan moest ik een keer bij de kruidvat halen, denk ik. Maar ik wou het eerst even een keer proberen. Dan heb ik iets voor mijn TikTok-obsessie gekocht. Ik heb natuurlijk dat ik alles in bakjes en netjes wil maken in huis en zo. En dat... Dit mis ik echt al zo lang. Dat je gewoon, zullen we zeggen, de kipfilet in bakjes in de koelkast kan doen. En de kaas en de zalm. Dat het dan niet allemaal verpakkingen in liggen. Dat vind ik echt chill. Dus deze heb ik ook gehaald. Die kan naar beneden. Dat is dit. En dan als laatste heb ik nog dit gehaald. Dat is een ovenschaal. Kan... En met een deksel erop. En dit vind ik heel handig als ik dan bijvoorbeeld voor mensen kook. Dan kan ik dit gewoon in de tas aan ze geven, weet je wel. En dan hoef ik niet mijn eigen ovenschaal te geven. Ik krijg het wel weer terug. Maar dan zit ik heel lang zonder ovenschaal en dan kan ik geen ovenschoten maken. Dus ik moest een nieuwe ovenschaal. En dit is eigenlijk dus als ik voor andere mensen
even een lekker bakje kopen. Bijvoorbeeld nu Simone en Matthijs. Heb ik dat wel gedeeld in de vlog? Die hebben een babytje gekregen. Job is geboren afgelopen vrijdag. Wat ik al dacht dat het op vrijdag zou komen. En ja, ik ga van de week ook voor hun dit maken. Even wat eten maken. En dat kan ik dan mooi in deze bak doen. Dus dit is ook een beetje voor mezelf en een beetje voor anderen. Een handige bak. Maar ze hadden heel veel van deze. Als het me bevalt, ga ik meer van deze halen. Want je kunt het ook heel makkelijk zo in de koelkast zetten met die deksel erop. Zonder dat je er dan folie overheen moet doen. Dus dat vind ik ook wel positief. Wat milieubewuster. Zegt ze nadat ze een hele hoop shit stuff heeft gekocht bij de Action. Maar goed, dit was even mijn mini-shoplog. Laten we doorgaan met andere babydingen. We hebben hele leuke dingen deze week trouwens. Dinsdag ga ik weer naar het hartje luisteren van onze baby. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik kijk echt naar uit, want het is een maand geleden. En morgen, maandag is dat, heb ik die kinkhoesprik. Die vaccinatie. Dus die ga ik ook halen. Dat is ook wel iets wat ik, ja, dat deel ik natuurlijk ook in de vlog. Dus ik zie jullie later. Nou jongens, ik zit net de vorige shoplog op te nemen. Krijg ik ineens een belletje van mijn schoonmoeder dat de vliezen zijn gebroken van mijn schoonzus. Dus we krijgen gewoon vandaag een neefje erbij. Oh man, ik kan nu niet meer rustig chillen hoor. Nicky is nu net hardlopen, dus ik kan het ook nog niet met hem bespreken. Ik ga maar even rustig kerst- en Sint-cadeautjes inpakken. Want ik kan me... Ik kan mijn excitement niet te baas anders. Hoe leuk! De vliezen zijn gebroken. Ze heeft al sinds gisteren weeën. Redelijk ontsluiting. Dus ja, het moet vandaag komen. Ik hoop zo dat alles goed gaat. En dat ze gewoon op de natuurlijke manier kan bevallen. Christian is met een keizersnee gekomen. Dus het is wel een grotere kans dat dit ook een keizersnee wordt. Maar ze gaat proberen wel gewoon natuurlijk te bevallen. Want als dat zo is, dan mogen we gewoon misschien morgen al daarheen. Dat zou wel echt geweldig zijn. Maar goed. Dat wou ik eventjes delen in de vlog. Ik ben echt zo excited. En toen mochten we 's avonds nog knuffelen met de pasgeboren William. Welkom in ons leven. Super, super leuk. Ik heb het niet gevlogd, maar wel hier een fotootje van dat ik William na een paar uurtjes oud al vast heb. Heel cute. Deze vlog gaat lekker van hot naar her. En we gaan nu weer ergens heen. We gaan namelijk de 22 weken prik halen. Ik heb alles bij. Het is op loopafstand. Op het consultatiebureau, dus we gaan lekker wandelen. Het is letterlijk even snel als met de auto. Dus daar gaan we nu op af. Doen online les en het is vanavond de partnerles. Nee, ik deed eventjes vloggen. Oh. Oh, zijn ik heb er al op staan dat je geen zin hebt voor moppie. Had je dat? Oh. Ja, maar ook dat ik niet zo'n zin heb. Oh, toen zei ik daarna dat ik wel zin had, toch? Ja, nee, ja. Ik ben even de vader inpakken, maar ik heb er keihard zin in. Maar volgens mij heeft Nagini het meest zin erin. Ja, die heeft het Als jij een pose dat doen, gaat ze met de kont voor jou staan. Ja. Laatste dagje alweer aangebroken van de 24 weken. De tijd vliegt echt zo hard. Echt. En mijn buik groeit echt zo enorm. En wat wel leuk is, het leukste wat we vandaag gaan doen. Oh, wacht. Ik heb trouwens ook al nieuwe nagels. Een beetje al in kerstsferen. Volgende vlog gaat natuurlijk dat we naar Essen gaan. Dus dat gaat een heel erg kerstige vlog worden, denk ik. Een beetje een soort van mini-vakantievlogje. Maar ik ga nu naar de verloskundige. En daar heb ik altijd zin in. Ja, nu ik ben ook echt dat zenuwachtige wat ik had bij alle andere keren dat ik bij de verloskundige ben geweest. Dat heb ik nu totaal niet.
Want ik heb gewoon zin om een babytje even het hartje te horen van ons kleine meisje. En even te kijken of bij mij alles ook goed is. Mijn bloeddruk en zo. En ik hoop dat ze weer iets nieuws gaat vertellen. Ik weet niet waar we het over gaan hebben, maar dat horen we vanzelf vandaag. Ik heb er in ieder geval zin in. Ach, mijn bril beslaat gewoon. Het was weer helemaal goed. Ze vond dat ik een prachtige buik had en ze kon de baby goed zien. Want ze ging ook schoppen, precies op het moment dat ze hartje ging kijken. Luisteren, het hartje klonk helemaal goed. Het was allemaal perfect. Ze was helemaal, hoe zeg je dat, euforisch, de verloskundige. Dus alles ging goed. Mijn hartslag was ook goed. Dus ik heb nu, gaan we naar de periode dat ik 1 keer in de 3 weken een afspraak heb bij de verloskundige in plaats van 1 keer in de 4 weken. Dus dat is ook wel leuk. Dan gaan we nog vaker de baby horen. We gaan gewoon lekker door met waar we mee bezig zijn. Maar altijd fijn, ja, dat het gewoon goed is, had ik ook wel verwacht. Dus lekker door. Als laatste in de vlog wil ik nog eventjes de rompertjes custom maken voor de 2 nieuwgeboren baby's deze week. Ja, dat was wel een hele bijzondere week. We hebben gewoon 2 baby's erbij, Job en William. Dat doe ik met mijn Cricut Maker. Hier heb ik de eentjes in het zwart, eentje in het wit. En dat ga ik dus nu maken. Thank you.